Hallo. Violet Speek probeert regelmatig bij alle tentenkampen langs te gaan. Nu gaat ze op bezoek bij een Syrische familie die hier al 3 jaar woont en ten einde raad is door de barre omstandigheden. Ze willen verder vluchten en hebben bedacht om de 5-jarige zoon Abdul als spion vooruit te sturen. What is making you send your 5-year-old? He think that he, if we here travel to Europe, his the future of all the family will be okay after. And he go alone in the water without the anchor. And you're not afraid that you might never see your son again? Of course I'm very afraid for my son. Of course I'm afraid that I won't see him again. But there are no other possibilities. Ja, ze hebben zoiets van, nou, misschien weet je 5-jarig jongetje, dat willen ze nog wel aannemen en dan kunnen wij komen als een familie. Maar hoe gaan ze dat doen? Want dat kost ook nog veel, hè, om gesmokkeld te worden. Blijkbaar gaan ze dus allemaal een fundraising doen hier op het kampje. En dan gaan ze hem op een vliegtuig zetten naar Turkije. Daar is een oom en die oom zet hem dan op een bootje naar Griekenland. En dan moet hij dan ergens een weg zien te vinden, een 5-jarig jongetje. Het kan zijn dat Abdul terechtkomt in Haarlem of Hilversum, als hij het redt. Violet voelt zich machteloos, ondanks dat ze voor een grote organisatie als UNICEF werkt. Uitzichtloos. Je hebt zelf een zoontje van die leeftijd. Ja, een zoontje van 5, dus inderdaad. Ik kan het niet voorstellen dat ik hem alleen in een vliegtuig stop. Dat ik hem alleen op een bootje zomaar de zee op zet. En dan maar zeg van, zoek jezelf maar uit van Griekenland naar België. Hoe komt dat kind daar? Weet ik niet.